Het Tournai-Sauvet-park is een van de mooiste parken van Brussel. Op de top ligt een klassieke Engelse tuin en een rozentuin. Iets dieper in het park kan je tot 17 november de kleine installatie Spora bezoeken. Dit zijn dus petridozen die door een professor, dus een zeker Tony de Kok in Louvain-la-Neuve, voor ons speciaal gemaakt zijn. En vermits ons uitgangspunt was van Alice in Wonderland, dus een beetje het Lewis Carroll gegeven van Alice die een stukje champignon eet en dan een keer immens groot wordt en daarna weer immens klein. Dus ja, met gevolg dat we hier aan de binnenkant in het huis samengebracht hebben wat dus de immens kleine paddenstoeltjes zijn. Dit zijn dus een soort schimmels, zeg maar. Terwijl aan de buitenkant staan grote oesterzwammen, dus van die enorme dingen. En wat ook heel tof is, dat de mollen die hieronder wonen helemaal niet goed gezind zijn dat we met een grote tumulus afgekomen zijn. Dus maken zij ook kleine tumulusjes. Eerst dachten we zo van, probeer die ons nu na te doen. Ja, ja. Dat is l'histoire de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Ja. Ik moet zeggen, toen we carte blanche gekregen hadden voor de tentoonstelling, begin je natuurlijk met tekeningen van heel grote champignons, van champignons in spiegel en zo, om dus de indruk te hebben dat, laten we zeggen, de lucht op de grond ook een champignon geworden is. Als we de mensen willen naar het park laten komen om de natuur te zien, moeten wij ook wel natuur tonen. En hebben de mensen het altijd door? Zijn er geen mensen die er ook gewoon voorbij wandelen? Of? Ja, ik vind dat trouwens heel plezierig. We waren hier vorige week en er kwam een meneer aan en die zei van, zeg, jullie staan hier naast een kunstwerk. Ik zei, is dit een kunstwerk? Ik zei, ja, bijvoorbeeld Bruegel voor mij, dat is nu kunst, maar probeer ik toch maar uit te leggen van dit toch wel misschien doet nadenken over wat in dit park gebeurt, maar ook dat paddenstoelen alleen maar op rottende dingen tot leven komen. Dus dat ik dat filosofisch zo'n beetje zag, want het leven gaat weg en de dood komt en het leven komt dan wel terug op een andere manier. Ik zei, ja, dat is misschien toch wel heel ver gezocht, maar ik had er toch eens over nadenken. Ja.